Gisteren in Lang Leef je de Liefde. Grace en Denzel leren elkaar centimeter voor centimeter beter kennen. Wat is je eerste tattoo? Dit is een jasmeen. Jasmeen? Dat is mijn ex. Oh my gosh. Je moet je geen druk maken, want ik heb hem daarna pas gezet, hè? Ja, Grace vindt Denzel echt wel een plaatje, maar twijfelt of hij wel serieus genoeg is. Hoe oud wil je ongeveer zijn als je kinderen gaat krijgen? Ik heb een keer miskraam met een meisje. Ja, het is totdat dat ik ervoor gekozen om eigenlijk niks meer zonder reden seks te hebben of zonder reden met een meisje te gaan. En nu ik heb meegemaakt wat ik heb meegemaakt, zou ik wel zeggen dat ik 30 of zo. Bij Siska en Hans is het al een paar dagen serieus gezellig. Een potje broek op ijs. Ja, sorry. Aan de achterkant. Ja. En dat kleine minpuntje is ook al lachend opgelost. Ja, dus ik hoor geen gezeur meer. Ik kan niet meer zeuren. Haalt je broek op. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft hij de lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde is vrij. Goedemorgen. Heb je lekker geslapen? Ja, ik hoor je. Heb je gesnurkt? Nee, niet gesnurkt. Zo. Ik ga even mijn gymoefeningen doen. Wat ga je? Gymmen. Werkbal. Dus heb je al opgenomen? Ja, nou ga ik toch even zitten. Oh ja, dat zou ik. Doe het dan zo. Nou, jij doet iets, ga ik wel achterop. Voor Siska en Hans had deze date niet beter kunnen verlopen. Goed, Hans is niet zo fit als Siska, maar ze hebben wel zo hun idee hoe ze daar samen aan gaan werken. Want dat deze twee hand in hand vertrekken, hebben ze al lang besloten. Lieve Siska. Ja, vertel. Ik heb in 4 dagen het reuze naar mijn zin gehad met jou. Ja. Ik hoop jou ook. Ik heb het ook naar mijn zin gehad, ja. Ik heb echt kriebels. Ja. Ik vind een knappe vrouw. Dankjewel. En ik hoop en ik denk wel zeker dat het daar niet bij blijft. Mm-hmm. Dat we elkaar nog vaker gaan zien. Leuke dingen gaan doen. Nou ja, ik heb het met jou ook reuze naar mijn zin gehad natuurlijk. Nou, ik vind het ook prettig als je een knuffel geeft en zulke soort dingen. Ik heb er geen spijt van jou hier te ontmoeten. Ik heb er ook geen. Ik had wel zenuw, ja. Mm-hmm. Het deed me wel wat. Het is niet zo van, nou, ik ga even een pak suiker halen. Nee. Nou, ja. Ik geef nou. Mm. Nou, en een dikke knuffel. Dank je. Ook nog? Nou, ik heb nog een kleine geitje. Joh, alweer wat. Hé, hey. Kijk nou eens even. Lieve Siska en Hans, de zoektocht naar de liefde hebben jullie met succes afgerond. Hans, je sprak al snel uit dat je iets voelde kriebelen. Je gaf bloemen en je maakte Siska zelf verlegen toen je zei dat je haar mooi vindt. Ja? Stap voor stap hebben jullie elkaar beter leren kennen. Er is geknuffeld en gedanst. En samen hebben jullie heel veel mooie herinneringen gemaakt. En om jullie match te bezegelen, gaan jullie naar Fletcher Hotel, restaurant De Gelderse Poort. Wij wensen jullie veel geluk in de liefde. Groet, team Lang Leven de Liefde. Nou, leuk. Geweldig, toch? Siska? Ja? Nou, hou als... Koffers pakken. Ja, dat is ook dan gaan we ik heb liever dat die zin nu komt dan in het begin. Ja. Toch? Ja, wij gaan. Koffers pakken. Dit is het einde waar Hans en Siska allebei op hoopten. Met kriebels in de buikje koffers pakken. En dan samen de deur achter je dicht doen. Lang leven de liefde. Lang leven. Ik ben echt zo blij met jou. Echt. Verlang jij ook zo naar dat overweldigende gevoel van liefde? Geef je nu op en laat ons je helpen bij het vinden van jouw perfecte match. Hey oma. Hoe is het, schat? Ja, gaat goed met jou? Ja. Mooi. Hebben jullie het leuk?
Jawel, maar jongen, even helpen, oma. Ik twijfel, want weet je waarom? Dus gisteren vertelde hij de hele tijd verhalen over zijn ex. Dus ik dacht, waarom praat je de hele tijd over je ex? En dan denk ik, ja, is toch raar als je gaat praten over je ex op een date? Ja. Nee, maar weet je ook waarom, oma? Kijk, als ik bijvoorbeeld één vraag stel, dan gaat hij 10 minuten langer over doorpraten. En dat vind ik echt vervelend. Ik word er heel moe van. Het trekt echt veel energie van me. Oké, op zo'n manier. Dat is misschien wel een puntje waar je met hem over kan praten. Ja. Weet je, ik heb helemaal geen behoefte aan een gesprek over je ex, zeg je dan. Ik wil jou leren kennen en niet je ex. Ja. En dat kan jij, dat durf jij en daar is niks mis mee. En hij weet met deze plek. Ja, precies. Nou, geniet en zeg het gewoon op. Ja, is goed. Dankjewel. Doei, oma. Dit is Cheryl uit Bennekom. Zij is 27 en docent economie. Dus ze weet dat je soms eerst moet investeren voor je maximaal rendement uit een relatie kan halen. Ik zoek gewoon echt een serieuze relatie. Ik heb gewoon een kinderwens. Ik wil gewoon echt huisje, mobiel, beestje krijgen uiteindelijk. Ik heb vroeger altijd heel hard geschreeuwd. Ik wil geen kinderen. En inmiddels ben ik echt 180 graden omgedraaid. En heb ik eigenlijk dat mijn kinderwens veel te groot is. Dat ik zeg, oké, ik moet echt geduld leren hebben daarin. Ik ben op zoek naar vooral een zorgzame man. Iemand die moet echt ambitieus zijn. En een familiemens vind ik wel heel belangrijk. En dat is meer omdat ik een hele close band heb met mijn familie. En ik wil geen gezeur hebben over van, oh, ga je er alweer heen of wat dan ook. Qua uiterlijk verder, ik vind het wel fijn als een man wat langer is dan dat ik ben. Wel verzorgd is, dat vind ik wel belangrijk. Ik wil niet in die zin een bodybuilder hebben. Maar dat is gewoon meer, ik vind het heerlijk om op een borst te liggen. En als het vol met spieren zit, dan ligt het gewoon niet. De 27-jarige Sam werkt in een magazijn en heeft zeker spieren. Maar is vast ook een heerlijk kussentje om op te liggen. Hij is nu een half jaar alleen, maar single zijn is niet iets waar hij heel erg goed in wil worden. De laatste relatie was in de sportschool. Ja, toen maakte ik een praatje. En dan helemaal verlegen zei ja. En dan doet het al meteen wat met je, want dan weet je al meteen, ja, het is een leuke dame. En zo is het ook eigenlijk gewoon gebeurd. 3 jaar bijgelopen, maar uiteindelijk zijn we gewoon als vrienden uit elkaar gegaan. Wat ik te bieden heb in mijn relatie is vastigheid, een huisje. Ah, van de kaarsjes aansteken en ja, gewoon gezellig maken. Qua innerlijk ben ik op zoek naar een vrouw die zorgzaam is, lief. En die ook nog wel zelfverzekerd is. Eigenlijk moet ik ook iemand hebben die niet jaloers is of zo. Want als we gaan pokeren, ja, dan moet je ook gewoon vertrouwen dat we pokeren. Ik zoek een vrouw met uiterlijk niet te dun en ook niet te mollig. Dus een beetje gezet is prima. Ja, dat was het eigenlijk wel. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, ik ben Sam. Cheryl. Ik heb wat kleins voor jou. Oh. En een klein kaartje. Oh, nou. Eens kijken hoor. Ik vind het best wel moeilijk om iets te schrijven aan iemand die ik nog niet ken. Een beetje hetzelfde als op zwemles voor het eerst in het diepe springen. Daarom wil ik jou ook vragen, zullen we samen in het diepe springen? Oh, ja, ik denk er wel eigenlijk hetzelfde over. Ja, mooi. Ik vind het ook wel echt heel spannend. Ik heb voor jou ook nog wat meegenomen. Het battleboek voor de koppels. Oh, ben benieuwd. Ik ben wel van de uitdagingen. En een keer net een stapje verder gaan dan dat je durft. Ja, mooi. Dus vandaar dat ik ook aan dit avontuur meedoe, want ik had echt nooit gedacht dat ik het zou aandurven. En er zijn allemaal leuke uitdagingen in. En je bent hier nou, dus dat is daarom. Wel mooi. Dus vandaar. Wil je wat drinken? Pak je een biertje en pak jij een wijntje? Ja, is goed. Nee, mooi. Maar waarom heb je eigenlijk opgegeven dan? Als ja. Vragen mag. Nee, tuurlijk, dat mag je vragen. Ja, ik ben gewoon een beetje dating-app moe. Als je een serieus gesprek hebt, dan is het opeens weg. Zodra je weer afspreken, komen ze niet op dagen of wat dan ook. Of ze spreken af voor maar één ding. En dan denk ik, ja, ik ben daar gewoon niet naar op zoek. Nee, dat klopt, maar daar heb je ook niks aan. Ja. Buurman Denzel is ook niet meer van de korte veroveringen. Maar wel van de lange verhalen over zijn ex. En dat vindt Grace blijkbaar net even iets te vermoeiend. Maar wil ze nog wel met hem door als hij iets meer zijn mooie mond houdt? De eerste 24 uur zit erop. Hoe heb je het ervaren? Ik vroeg om een dame met een blik die meteen aanspreekt, toch? Dus ik kwam binnen en ik dacht dat meteen, toch? Mm-hmm. Ik zag jou, ik dacht, dat kan niet. Misschien is die huis verderop. Maar uiteindelijk was jij toch. En, ik ben gewoon goed laten voelen, toch? Ja. Yeah. Ik voel me comfortabel bij jou. Jij bent ook wat ik zoek, dus het is niet raar of dat ik je voel.
Mm-hmm. En toen ik je zag zitten, wist ik het zeker toch. Nou. Dus daarom, ik had wel spanning, gezonde spanning. Maar toen ik jou zag, was het ook even gewoon meteen weggevallen. Nou, dat is cute. Wat vond jij van die eerste moment? Ik vond het leuk, was zeker verrast. Goed verrast. Want je kwam binnen en we hebben het gewoon gezellig gehad. We hebben goed gepraat en zo. En je bent gewoon een leuke jongen. Je hebt gewoon je goede kant laten zien, weet je. En in deze tijd zijn er weinig jongens. Heel veel zijn gewoon egoïstisch. En ze zouden ook gewoon scheid hebben als ik zeg van ik wil niet met je slapen, weet je. Mm-hmm. Maar ook waarom ik ervoor had gekozen om niet samen te slapen, zeg maar, was in de hot tub. Ik weet niet, maar je sprak best wel veel over je ex. Mm-hmm. Dus daarom moest ik gewoon even denken van oké, misschien moeten we even apart slapen. En gewoon even rusten. Ja, ik kan het begrijpen, toch? Ja. De reden waarom ik die dingen met je deel is om te laten weten van joh, ik ben wel careful met wat ik doe, toch? Ik heb dingen meegemaakt, dus ik ga niet zomaar weer helpen. Dus ik zou ook begrijpen waarom je niet samen zou slapen, toch? Ik ben ook niet van het aanraken meer, toch? Ik zou je wel heel graag willen aanraken, maar ik ben niet zo snel, toch? Mm-hmm. Om te gaan happen, ook kusjes en zoenen en knuffelen. Oké. Ja, en nog een dingetje. Soms, zeg maar, als we praten, is het niet erg als er soms een stilte is, toch? Mm. Want soms lijkt het alsof je stiltes de hele tijd wilt vullen. Ik heb daar een beetje moeite mee, want soms kan ik je niet meer volgen. Omdat je ik heb echt dat ook, veel maar dat, praat. Ja, maar dat zei ik wil het gewoon goed doen, toch? Mm. Als zeg ik onzin, ik probeer het gewoon goed te doen, toch? Yeah. Ja. Toch? Dus het is een punt die ik begrijp. Mm-hmm. Een punt die ik ook na vandaag ook gewoon ga stoppen, toch? Ik wil in ieder geval verlengen. Zodat we nog een beetje verder kunnen kijken. Heel verlengen? Ja. Serieus? Mm-hmm. Heel zeker? Ja. Zalig, man. Jij? Ik dacht er anders over. Ja? Ik wil gewoon meteen die 4 dagen verlengen. Maar dus ik wil ook gewoon graag verlengen. Ja, is goed. Dus ik ga even mijn make-up doen. Hey, man. Ja, ik dank je wel, maar ik wil echt mijn make-up. Ja, ik weet het. Gisteren zag je ook al pap. Ja, even mijn tasje pakken. Volgens mij ligt die buiten. Zo, nou, dan zie ik je zo. Gaan we samen een foto maken? Wil je een foto maken? Ja. Zo. Moet ik... Oh my gosh, een beetje. Hoe kijk je zo smooth? Even serieus, hoe kijk je zo? Kijk naar jezelf. Kijk op naar jou, fuck it. Gelukkig. Je bent te sexy, man. Oh, hij is cute. Ja? Mm-hmm. Ik zei dat je pas goed bij mij. In het andere appartement is het nog even te vroeg voor een samen selfie. Sam en Cheryl kennen elkaar amper een uur en hebben nog heel veel te ontdekken. Ben je een beetje familiemens? Of? Ja, heel erg. Ik zal niet liegen als ik ze 2-3 keer in de week zie. Dat is echt... Ja, maar is toch goed? Ik zie ze echt heel veel. Kan heel verkeerd overkomen, maar ik vind het heel fijn. Ik heb echt een hele goede band met mijn ouders. Ze zijn echt meer vrienden dan mijn ouders. Dus ik kan ook echt wel elke avond met mijn moeder bellen van... Hey mam, hoe was je dag? En nou, dan zitten we gewoon even een half uurtje te kletsen. Dus daar moet je wel eigenlijk tegen kunnen. Mijn familie staat wel echt op 1 bij mij. Dat is wel gewoon mooi. Ik heb ook 2 straten verder. Stel, hè, jij krijgt een relatie met iemand die wel wat verder weg woont. Zou jij ooit uit jouw dorp weggaan? Ja, dat weet ik niet. Ja, ik kan namelijk wel vertellen, ik ga niet weg. Dan kan ik je alvast vertellen. Ik wil wel heel dicht bij mijn familie wonen. Gaan we tussenin wonen. Ik heb echt gewerkt dat ik ze anders te veel ga missen. Kijk, weet je, ik wil best wel even een stukje rijden. Dat 20 minuutjes of zo, weet je, dat interesseert me niet. Oh, dan gaan we 20 minuutjes tussenin. Maar we gaan er gewoon tussenin dan. Dus een kwartiertje en een kwartiertje. Denzel en Grace maken zich niet druk om dat soort praktische zaken. Ze zijn allebei mooi, maar voorzichtig. En zoeken rustig naar zekerheidjes voor ze verder gaan. Wat zoek jij in een vrouw? Ja, man, ik zoek ook iemand die gewoon tegen mij kan zeggen van... Hey, back dicht, man. Mm-hmm. Ja, heb ik nodig, toch? Yeah. Want af en toe, ik heb niet in de gaten, toch? En daarom ben ik ben ook blij dat je dat al laten zien hebt, dat je dat kan. Ja, toch. Als je dat vaker doet, komt het goed. Ja, dat komt zeker wel goed, hoor. Ik ben niet op mijn mondje gevallen. Nee, ja? Nee.
Vind je jezelf een dominant persoon? Ja, tot op een punt. Ja? Tot op een punt. Op welke manieren? Ja, ik schreef aan niemand. Ik doe iets voor jou, ik vraag het terug. Dus gewoon, als je iets wil, dan moet het gewoon zo gaan. Ik heb het ook dominant op Batman. Ja, maar Batman ben ik wel anders. Ja? Ja, maar zo, man. Hoe dan? Wat bedoel je, hoe? Hoe ben je in bed? Ja, moet ik me dat vertellen of moet ik dat laten zien? Je moet me vertellen. Ik kan ook beweging maken, ja, zo. Blijf je half dan uit. Doe nu. Maar is dat dominant dan of is dat... Dan luister ik naar jou, toch? Ik doe niks. Toch ook? Nee. Dat is... Toch hoort het. Luister naar mij. Ja, de spanning wordt heel langzaam opgebouwd. En ook bij de buren hangt er al een licht flirterig sfeertje. Want tijdens dit potje darten draait het niet om het raken van de bullseye, maar gaat de hartslag langzaam richting de 180. Hoe zou jij reageren als ik je nu een zoen zou geven? En vertel. Ja. Het maakt me sowieso niks uit. Want ja, ik ben daar eigenlijk ingestapt om te kijken hoe het is. En wat voor match. En, ja. Ja, dat is het eigenlijk wel. Oké, ik vind het wel dat te snel. Maar dat is meer bij mij. Ik vind dat het moet komen op het moment dat de sfeer daar ja, toe is. Ja, dat klopt. Maar vind je het erg? Ja, ik zeg altijd nee. Ja. Je komt een vrouw tegen in de kroeg. Nee, die komt naar jou toe en die zegt... Hé, hey, ik wil verzoenen met je. Jij zegt, ja, kom maar. Nee, dat niet. Heb je wel eens een one night stand gehad en zo ja, zou je dit nog een keer doen? Nee. Nee? Nee. Oké, ik wel. Ja, ik denk dat iedereen wel op een gegeven moment een periode heeft gehad van experimenteren met dingen. Ja, ik heb gewoon een relatie gehad en... Ja, maar dat scheelt. Dan kan je het in een relatie experimenteren. Ja, en ik ben, zeker gewoon altijd trouw. En dat is wel echt het belangrijkste punt in een relatie. Ja, maar wat is vreemdgaan in jouw ogen? Want dat vind ik dan wel weer een interessante. Gewoon met iemand het bed in duiken. Ja, maar is zoenen ook al vreemdgaan? Ja, ligt eraan wat voor gezelschap je bent. Als jij bijvoorbeeld super veel biertje op hebt. Ja? Ik zou het niet leuk vinden. Dat zeker niet. Nee. Maar het is wel een beetje vreemdgaan, maar... Ja. Ja, ik ben daar denk ik wel iets milder in. Alleen zoenen of...? Nee, ook in meer. Ja. Weet je wat hier staat? Nee. Geef je matching een welgemeende compliment. Wat heb ik nog niet gezegd? Ik heb iets. Maar ik weet niet hoe ik zo'n compliment moet zeggen, toch? Ik vind je mysterieus, toch? Mm-hmm. Het geeft interesse, toch? En ik zie mysterieus, vind ik echt gewoon een goed iets, toch? Niet iedereen heeft dat. Mm-hmm. Weet je toch? Meestal, je kan iemand lezen en je weet meteen, oké, dat is zo'n type. Maar bij jou weet ik niet, snap je? Nou, goed om te horen. Een mooi compliment. Ja, toch. Is wel gemeen. Zal ik je ook wel een compliment geven? Sowieso. Ik vind je stijl leuk. Ja? Ja, ik vind het wel cute. En wat me opviel, is je neus. Ik vind je neus leuk. Want je hebt hier zo'n klein bobbeltje. Nee, dat... Ja. Ik hou van neuzen met een bobbeltje. Shit, man. Ja, dat is een cute neusje. Ik ben natuurlijk niet de allerslangste. Had je daar nog eisen bijvoorbeeld in? Ja. Ja? Ja. Maar niet hetzelfde als mezelf. Niet hetzelfde als jou? Hoe bedoel je die? In de zin van... Gewoon hoe ik zelf ben. Het mag wel wat voller, maar... Of mag het gewoon ook superdun? Nee, superdun dat zeker niet. Ik heb liever gewoon een goede houvast. Ja. Dan iemand waar ik de ribben van zie. Want nee. Ja, dat is ook sowieso al een no-go. Nee. Dus, ik hou wel van een beetje gespierd, maar niet van een bodybuilder. Maar zo gespierd ben ik ook niet. Dus ja. Weet je? Dus laat ik het zo zeggen. Ik denk niet dat ik op je was gevallen als ik je gewoon op straat had gezien. Daar ben ik gewoon eerlijk over. Maar ik kom hier eigenlijk voor het innerlijk. Mm-hmm. Ja. We zullen zien. Vandaar. Oh. Ja. Oh, je bent lekker, man. Hou toch op, man. Hm? Je bent lekker, knap, sexy, mooi, alles schoon. Elke keer als ik gewoon weer even een deur dicht heb gedaan en terugkom, besef ik gewoon van, shit, man. Maar je bent lief. Ik ben lief door jou.
Ik ben niet lief. Serieus. Nee, je bent geen lieve jongen. Mm-mm. Ik zou niet zomaar een vrouw compliment geven, man. Je bent een goede vrouw, man. En hoe vind je het nu toe? Ja, goed. Ja? Ja, leuk. Ja. Ik had het niet verwacht. Gewoon wat had je niet verwacht? Gewoon de, gewoon de innerlijke klik dan, waar we gewoon mm-hmm. ja, op wel echt veel raakvlakken zijn daarmee. Ja. En ja, dat je ook gewoon een vlotte babbel hebt. En jij? Het is zo moeilijk om te zeggen. Ik merk wel echt dat we een goede klik hebben. Dat we qua innerlijk echt heel goed gematcht zijn aan elkaar. Alleen ik mis nu nog een beetje die aantrekkingskracht, snap je? Ja. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Je komt toch ook voor een relatie, niet voor vriendschap. En dat is wel iets waarvan ik denk, ja, dan moeten we nog wel even achter zien te komen of dat erin kan zitten. Wie is dat in de weerspiegel in? Zo, man. Knap meisje. Dank je wel. Ja, maar dank je wel zeggen, want je weet het al, joh. Houd toch op, man. Mijn poedertje. En ik moet eens een foto van jou zo maken. Dat heb je al 6 keer of 7 keer gedaan. Ja, dat is belangrijk toch? Anders gaat mijn gezicht glimmen. Glimmen? Is glimmen niet leuk? Nee. Niet mooi glimmen, weet je. Maar gewoon die glimmen van alsof je... Gewoon bezweet glimmen, dat is niet mooi. Ik zal wel met jou willen zweten. En hoe denk je over slapen dan, als ik vraag mag? Ik voel nu nog niet een bepaalde romantische klik. En dan denk ik, ja... Ik had al zelf iets voorgenomen, dat ik sowieso het bed in. En ja, nee, maar dat vind ik ook helemaal prima. En dat je absoluut erbij mag komen. Ja. Want ja, ik ga het altijd gewoon aan. Dus, ja. Ja. Oh, dan zeg ik, eet smakelijk. Eet smakelijk. Buurman Denzel krijgt ook steeds meer honger, maar heeft geleerd om geduld te hebben. Hij heeft nu een vrouw gevonden die het waard is om rustig te veroveren. En dat is precies wat hij van plan is. Al heeft Grace duidelijk veel meer ervaring met het plaatje perfect krijgen. Het is ook niks, man. Volgens mij moet ik het gewoon... Grace. Ja. Het is zo ver, man. Oké, kom. Ah, so cute. Ja, toch. Ah, heb je dat helemaal zelf gedaan? I got you, ik zei het toch. Oh my gosh, dat is echt schattig. Ik moet je wel even kussen. Echt cute. Drie kussen. Echt lief van je. Zeg maar. Smakelijk. Thank you, super lief. Ja, toch? Ja. Alleen die muziekje. Let's get it on. Nou, echt schattig. Je mag wel gewoon verwend worden, toch? Ik denk dat we eerst even een foto moeten maken, toch? Ja. Toch. Wow, dit is wel een scène, hoor. Het is goed. Hij is er. Cute. Dat is leuk, hè? Ja. Smakelijk, schat. Eet smakelijk. Wat is jouw guilty pleasure? Mijn guilty pleasure is gewoon taart. Maakt niet uit wanneer je komt, dan kom je midden in de nacht. Ik zou altijd ja zeggen op taart. Al heb ik net te veel gegeten, zit bomvol. Kom je met zo'n taart voor mijn neus, ik zal hem opeten. Ja? Die ga ik echt niet laten staan. Nee, dat is echt mijn guilty pleasure. Ja, ik vind hij is sowieso wel lekker als je hem s'nachts wakker maakt. IJs? Ja, echt, dan ben ik zo lekker op. Nog bepaalde smaken? Nee, gewoon lekker soft ijs. Gewoon soft ja. IJs. Van die discotip. Ja, ja, echt serieus. Ja? Ja. Dus, altijd, als ik iets haal, ook een disco dip. En dan zegt ze, waar is die kleine jongen dan? Ik zeg, die is er niet. Dat ben ik zelf. Ja. Go dancer. Vallen. Ja. Ja. Ja? Als je mij in de kroeg
Oké. Mag je overal zoenen, hè? Laat ik hier beginnen. Niet kijken, hè? Kijk niet, hoor. Kan je niet zien? Oh, mooi. Maar dit is wel voorbij. Wat heb je het over, maar dit is erbij? Hij is voorbij. Serieus? Ja, hoorde je hem niet? Hoor je? Het is voorbij. Hé, hey, over het slapen. Ik denk dat ik het op dit moment nog fijner vind als ik op de bank ga slapen. Goed. Ja? Hey, slaap lekker. Wel te rusten. Mag ik joinen? Ja, ik kan gewoon hier slapen. Morgen duikt Denzel binnenkort heel graag de koffer in met Grace. Ik zou graag wat willen laten zien. Barcelona? Nee, Venetië. We gaan dingen ontdekken samen. Ik wil gewoon meer tijd in investeren om te kijken. Want ik vind je wel leuk. Denk je dat je verliefd op mij kan worden? Of ben je al... Ik word niet snel verliefd. Tot morgen.